liep net door de Gouwenplein, wat maar wat is daar ongelooflijk druk. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik ben al uur of 9 ben ik wakker geworden. Even zitten editen. En doe ik nu lekker heerlijke rolgordijnen open. Dus even lekker. En dan heb ik een wasje aangezet. En nu ga ik klaarmaken om lekker relaxen. Even misschien lekker muziek lekker via de tv aan te zetten. Maar heel onverwachts. Echt letterlijk onverwachts is het prachtig weer aan het worden. Want het zonnetje schijnt en de lucht is bijna blauw. Wel wolk aan de lucht, maar oké. En zoals jullie hebben gezien gisteren, vond Ganja niet echt helemaal leuk om genagels geknipt te hebben. Hé Ganja, dat vind je niet leuk hè? Want de nagels zijn allemaal geknipt, al heb je vlog van gisteren nog niet gezien. Check dat de vlog van gisteren. Want zijn nagels is geknipt. He, dat is fijn hè Ganja? Je nagels ook weer geknipt. Hè? Ja. En hij stond de hele tijd aandacht te trekken in me, toen ik in bed lag. Ongelooflijk. Ik ben zo slim bezig geweest. Waarvoor vragen jullie denk ik al af. Ik heb deze twee dopjes op de vanuitslag liggen. Als je deze zo neerlegt, wat gebeurt er dan? Gaan ze helemaal smelten. En dat is nu gebeurd. Dus deze zijn, kunnen niet meer gebruikt worden, helaas. Maar echt heel dom van mij. Maar ja, kan gebeuren. Maar ik heb gisteren ook een smoothie gemaakt, dat is aardbeien-smoothie. Nou, eigenlijk milkshake. En het zit allemaal hierin. Ziet er wel lekker uit. Gisteren al lekker gedronken ervan. En het smaakte ongelooflijk goed. En nu lekker muziekje luisteren. Even dan denk ik wel iets start. Maar ja, en nu ga ik klaarmaken om... lekker dingen heb ik achter de computer gedaan. Ik heb dingen even op de telefoon gedaan. Zoals... de introotje, een klein beetje bewerkt, ga ik zo meteen nog een keer doen. En voor de zekerheid, maar even ook batterijen even eruit halen. En ik zie iemand lopen, nee, dat ken ik niet. Want deze is al helemaal opgeladen, deze batterij. Dus ik doe het voor de zekerheid in mijn kontzak, om zo te zeggen. En nu maar even denken, YouTube kijken dan maar, denk ik. Maar hoe kan ik zo stom zijn om dat te vergeten. Maar ja, dat kan gebeuren. Komt iedereen wel eens op zoek foutjes. Maar eigenlijk als ik helemaal zijn zo fout doe wat ik allemaal maak. Is wel een beetje te erg, vind ik zelf. Maar ik weet niet. Ik weet niet wat het is. Kun je, maar ja, maakt niet uit. Kan gebeuren. En ga ik ook zomaar even afwas denk ik nog niet doen. Dat is niet nodig, vind ik zelf. En nu maar even nadenken wat ik denk zo meteen weer een bakje koffie drinken. Voor de rest zie ik wel. En ik ben nog gebeld door Rick trouwens. Die zat in de trein en ongelooflijk grappig hoe hij in de trein zat met een mondkapje eigenlijk. Wauw. Wat is trouwens een aparte dag? Het zou gaan regenen. Er is geen zon komen volgens mij. Maar in de ene is er gewoon zon. Zon, zon, zon. Ik vraag me even hoe. Ik ga even kijken. Nee, ik snap er geen reet van, weet je dat? Er zou... Ach, ik ga even kijken of het regen voorspeld is. Want ik snap er nu geen zak meer van, weet je dat? Dat er nu ineens zon is. Even kijken hoor. Vandaag 50% kans op regen. Oh. Dat is toch wel. 15 graden, dat kan wel kloppen. Want zij geeft even via mijn telefoon aan dat inderdaad nu 13 graden is. Maar dat is van denk ik van vanochtend. Want het is nou uur of bijna 1:30. En het is inderdaad 15 graden. En wat ik ook heb gedaan is eigenlijk een heerlijk bakje koffie. En ik zit zo bij mijn koffie en ik zit zo kijken naar de buiten. Hè? Het is eigenlijk best wel lekker weer gewoon. Super mooi weer. Geen regen. Dat is het lekkerste wat er is.
En ik heb lekker latte macchiato gemaakt, maar er hoef ik alleen suiker in te doen, dat is lekker zo. Dat is makkelijk eigenlijk. Dan hoef ik niet achter koffiecream aan. Terwijl dat ik die ook heb, gewoon koffie. Dus ga ik lekker koffie nog drinken. En dan zit ik YouTube kijken en muziek te luisteren. En lekker. Wat ik ook net heb gedaan, ik heb gestofzuigd, gedweld. Hele huiskamer gedaan. Dus weer clean. Dus dat is wel even lekker dat de huiskamer weer clean is. Ik noem het altijd clean. Ik weet niet of jullie het nog wat noemen. Als jullie de huiskamer hebben gedaan, zeg je het schoon? Of zeg je clean ook? Of noem maar allemaal op. Laat het even weten in de reactie. Ben ik wel benieuwd naar. Maar inderdaad, het is zomer. Dat is klaar. Ik ben net door de Gouden Plein, maar wat is daar ongelooflijk druk. Nee, de Gouden Plein, niet normaal. Drukte, iedereen staat aan de rij. Voor de kappers zag ik al. Ja, noem maar allemaal op. Het is zo ernstig om op sommige momenten naar de plein. En ik kreeg een appje van mijn moeder voor nieuwe schoenen te halen. En dat was bij de schoenenwinkel. Waar ongelooflijk drukke rijen stond. Ik dacht, nee. Ik dacht, wel ben ik blij dat ik dan niet gekozen heb om dat niet te doen. Oh, ongelooflijk blij. Maar ik ben al onderweg naar Glenda, want er staat iets om me te wachten. Ik weet geen flauw idee wat. Maar ik ga het zien. En het is ongelooflijk best wel heftige wind. Maar normaal, zoals ik ook net al vanochtend zei, ongelooflijk lekker weer. Het zonnetje schijnt af en toe. En sommige momenten komt gewoon een wolk overheen. Maar ik ben benieuwd wat het is. Ik ga het zien. Even kijken hoe ik al meestal loop. Ja, ik weet het alweer. Hoe ik al meestal loop. Ik moet eens. Ik ben even niet in mijn gedachten. Maar ik zit even in mijn gedachten wat er gaat gebeuren. En nu moest ik even terug. Hoe loop ik meestal? Oh ja, zo. Dus ik ga voor de zekerheid niet zeggen dat ik onderweg ben. En ik heb ook niet gezegd hoe laat ik aankwam. Maar ik ben er bijna. In ieder geval. Maar dan gaan we zo zien. Laat ik jullie zo zien. En de rest gaan jullie binnenkort al zien. Hoe en wat. Maar ik ben nu onderweg. Ik ben er nu bijna. Dus ik ben benieuwd. Ik zie jouw fiets staan. En een bord met een... Oké, je staat op bord. Oké. Dat is denk ik niet voor mij bedoeld. Ik ben er bijna. Oh, en wat een heftig wind, jongens. Niet normaal. Ik heb de hekel aan wind. Maar ja, wat ik wel weet, ik moest eerst voren kijken. Dat is het enige wat ik weet. Dus ga ik dat ook doen. Zo, ben benieuwd. Ik moest eerst naar voren kijken. Waarvoor is dat dan? Oh mijn god. Oh mijn god. Oké. Ik heb het gezien. En nou aanbellen maar. Oh, daar ook nog iets. Oh my god. En wordt het nou open gedaan of niet? Stop stil. Wat en dat wordt gebeld. Ja. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik hoorde een lacher. Dat is het enige wat ik hoorde. Oké, we gaan het zien. Oh, het spookachtig. Hallo. Hallo. Ja, ik weet er waar we gelijk voor is. Oké. Het was super leuke dag. Ongelooflijk. De beelden ga je binnenkort zien. Wanneer kan ik niet zeggen of durf ik niet te zeggen. Want ik zou ineens op de korrigie, oké. En ik hoor net een getuiter. Oh, ik zie je auto wegrijden. Een race nog wel. En ik heb lekker wasje aangezet. Ga ik alleen die wasje opruimen en dan ga ik lekker een mesje in.
Wat ik heel vaak zeg. Ik noem het dat nestje. En dan ga ik lekker pitten. En weer die prullenbak zitten. Dat heb ik ook al eens. En dan ga ik lekker slaapje doen. Of misschien een beetje even chillen in bed. 1 voor 2. Kijk nog even. Dus ik ga in ieder geval lekker slapen hierna. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat zou super tof zijn als je hier beneden abonneert. En tof reactie hier beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers hier. Groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ga even nagels voor knippen doe ik even.